Ik ga rijden voor die laatste, ik geloof, 2,5 uur. En ik rijd een paar ronden, ik kom het rechte end op. En ik schakel van 2 naar 3 en hij springt uit zijn versnelling. Dus ja, toen dacht ik al van, oh nee hè. Ik zet hem in zijn 3, springt eruit. Zet hem in zijn 4 en hij blijft zitten. En toen had ik gelijk met mezelf afgesproken van, nou, ik zit niet meer aan die versnellingspook. En toen heb ik dus het hele circuit gewoon in zijn 4 constant afgelegd. Ik was natuurlijk zo met witte knokkeltjes aan het rijden. Van nou, dan mag hier niets fout gaan. Want als ik 1 keer schokkend van mijn gas af zou gaan, dan zou echt, denk ik, de versnellingsbak breken. Die auto was razendsnel. Dat nieuwste van het nieuwste zat erop. Hij had een 5-liter motor, groter dan menig ander. Het was een ontzettend gevaarlijke auto. Het was gewoon een bombshell waar je bovenop zat. Je zat helemaal voorin. Nou, dat was een buizenframepje. En achter je zat die 5-liter beul, die zat te brullen. En zo reed je 350. Ze haalden bijna ook 400 op het rechte stuk. Ja. Mooi, hè? Ja, dit is hem. 1971. Le Mans 71. Het was een hele gevaarlijke periode in de racerij. Er verongelukte ontzettend veel coureurs. Lent stoeltje een beetje naar voren schuiven. Ik heb er ook iemand zien verongelukken op het rechte eind. En daar kwam ik net achteraan en daar was ik gelukkig net ver genoeg vanaf. En toen reed ik er langs en je kijkt zo die auto in. Nou, dat wil je niet weten. Dan schrik je ook weer even. Want je kon er dwars doorheen kijken door die vent. Je zat zo aan het sturen. Ik nam alleen verantwoordelijkheid op me. Ja, als je aanvoerder bent, moet je ook wel eens manifesteren. Op andere manieren moet je, ja, dat moest, ja. Kijk, dat was simpel. Of kiezen voor Ruud Gullit, of kiezen voor mij. En toen wist ik natuurlijk al heel snel dat de keuze niet moeilijk was. I made a few telephone calls to the best Amsterdam hotels, including the Amstel Hotel. Speaking on the phone with the receptionist, I discovered that there was a huge Italian delegation led by Silvio Berlusconi. I didn't want they to discover me, so I hid myself behind Dutch newspaper. Nou, ik was behoorlijk nerveus over het feit dat me werd medegedeeld. Ja, ik kan niks hierover zeggen. Dat was eigenlijk het vervelende van de hele situatie. They had reserved a special room to have a dinner. NOS Journaal. Dames en heren, goedenavond. Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Volgens ooggetuigen is hij geraakt door 6 kogels. Dat meldt Radio 1. Volgens ooggetuigen is Pim Fortuyn aan zijn verwondingen overleden. Maar dat is nog niet bevestigd. Hij zou geraakt zijn in hals, borst en hoofd. Ik hoor in 1 keer 2 knallen. Ik kijk op en ik zie in 1 keer een vent over Pim heen staan met nog een paar schoten die hij afvuurde. Ja, uit de reflex ben ik toen uit die auto gelopen. Toen kwam er nog 1 schot wat in de grond ging, wat ik dan wel merkte. Ben ik eigenlijk achter die moordenaar aangerend. Je wil wel juichen, maar aan de andere kant ook weer niet. He, dus dan krijg je een soort tweestrijd van binnen bij jezelf. Dus je gaat staan, je klapt en normaal sta je een minuut of 3 te springen en weet ik het allemaal. En nu zie je na een half minuut weer op je stoeltje.